Ja, elke glasliefhebber kent waarschijnlijk de Zweedse firma Eurofurs. Die Zweedse firma is verantwoordelijk voor de kristalachtige pookknop in de nieuwe Volvo XC90. Design dingetje. En ja, als je de auto dan zo bekijkt, dan denk je van, nou, dat is dan misschien wel het enige design dingetje. Hoewel die voorkant wel gelikt is. Een nieuwe front van Volvo. Maar die vorige XC90, die was er 12 jaar. En die was er niet 12 jaar geweest als die heel opvallend was geweest. Die auto was een tikkeltje ingetogen, bijna op het saaie af. Maar ja, dat is goed voor de houdbaarheid. En dat is bij deze nieuwe XC90 dus ook weer gecreëerd. Totaal nieuw platform. Op dit platform komen ook andere Volvo's te staan. 14 centimeter meer lengte en dan achterin die derde zitrij. Die is belangrijk, hè? Zeker voor Amerika. En ja, die bijtellingsgekte in Nederland die duurt tot 2016. Daarna wordt het allemaal anders. Dan krijg je één of twee tarieven. En tot die tijd is één versie van deze XC90 buitengewoon populair. Komt in mei 2015 op de markt voor 76.000 euro. En dat is dan de plug-in hybride versie. Een viercilinder voorin, gecombineerd met een elektrische aandrijflijn. Plug-in, dus zelf laden als je thuis bent of op je werk. En dan heeft hij in totaal 400 pk, een ultralaag verbruik en 14% bijtelling. En voor al die mensen die deze auto helemaal niet zakelijk gaan rijden, denk aan de hockeymoeders bijvoorbeeld, is er een versie voor 67.000 euro verkrijgbaar.